Bronzen medaillewinnares Irene Schouten is gehuldigd in haar dorp Wervershoofd. Wat is hier nou zo leuk aan? Nou, dit is er een uit het dorp en het is geweldig. Natuurlijk ook hier voor Irene Schouten speciaal komen kijken. Speciaal komen kijken, ja. Kent u dit? Ja, ze komt hier natuurlijk vandaan en ook nog een achternichtje. Dus, Kijk, ze zwaait nog even naar u. Ja, pittig hè. Ja, wat vind je er tot nu toe van? Ja, ongelooflijk dat dorp dit voor mij doet. Ik zie vlaggen uithangen, mensen die dol enthousiast langs de kant staan. Niet echt typisch West-Fries, dus ja, dat zegt wel wat hè. Ja, echt. En ik krijg heel veel reacties dat ze allemaal zo genoten hebben. En dat doet mij wel echt heel veel. Dat ik gewoon West-Friesland / Wervershoofd gewoon blij maak. En dan zo'n tocht, echt in het winterse weer. Ja, gelukkig hebben we hier kleedjes. Ja, een lekker warm paardenkleedje. Ja, dan krijg ik het niet koud. Wat is dit nou? Jullie zijn niet trots op Irene, maar een vriend. Ja, dat is een vriend. Is dat een collega of zo? Een maatje van ons en zijn we hartstikke trots op. Kijk, en waarom? Omdat hij zo'n mooie meid heeft veroverd. En dan staat ze hier dan met een bronzen plak en dan staat ook het dorp echt gewoon vol. Ja, iedereen in rep en roer. Het is al een paar dagen zo, op de race zelf en daarvoor ook al. Ja, iedereen is in volle glorie. Wat vindt u ervan tot nu toe? Ja, hartstikke mooi. Mooi sfeer, mooi weer ook. Ja. Dus het is helemaal niet koud. Nee, geen kou zo? Nee, zeker niet. Gelukkig. Na de stoet door het dorp volgde er nog een feestelijk programma in een sporthal.